Ja, ik heb wel eens gezoend en zo met een meisje, maar... Ja? Shooting Stars. Tijd voor weer een nieuwe Shooting Stars. En dat doe ik vandaag met het mooiste meisje van de klas, Nina Warring. Ik ben blij dat je er bent. Vandaag Shooting Stars, ben je bekend met ons concept? Ik moet schieten op een ballon en dan komt er een vraag uit volgens mij. Ja, dat is inderdaad waar. Maar wat voor vragen zijn het ongeveer? Nou, in de witte ballonnen zitten pittige vragen. Oh. En in de rode ballonnen zitten een aantal dilemma's. Er is ook één ballon van die rode en die witte. Daar zit confetti in. Als je die raak schiet, betekent het dat je de challenge te pakken hebt. Die wil je liever niet. Oh, ik dacht confetti is face. Ik dacht leuk, dat wil ik. Je mag namelijk in dat geval, als je hem raak schiet, paprika's gedeeld. Oh, dat vind ik echt naar. Ik heb begrepen dat jouw vriendje nogal fan is van paprika's. Ja, die houdt daar heel erg van. Ja, ik niet. Is dat dan iedere avond ook een paprika schoot op huis? Nee, echt totaal niet. Nee? Nee, onze hele koelkast ligt er vol mee, maar ze frot echt heel vaak. Want je kan er echt niet tegen eten hoeveel we er krijgen. Dus ja, en ik lust het niet, dus ja. You ready? Denk ik. Oké, goed. Oké, ja? Yes? You ready? Waar ga je op mikken? Weet ik niet, ik doe gewoon in het midden, denk ik. Oké. Fire! Wow. Lekker. Dat was echt mega hard. Zou je plastische chirurgie overwegen? Ik zeg dat, ik zeg nooit nooit. Ik zou het nu echt niet doen. Want het is toch ook vaak als je het nu doet, dat het dan vet gaat uitzakken en zo. Ja, ik weet niet of je Donatella of Versace? Die ja, ziet eruit, ja, jongen. Ja, daar precies. Schrik ik altijd een beetje van. Ja, dat is ook niet mijn voorkeur. Nee. Stel, ik ga daar bijvoorbeeld, dan lig je op zo'n ding toch? Op zo'n tafel. En dan zeg je, oké, ik wil alleen bijvoorbeeld even mijn kraaienpootjes of zo. Ja? Dat ze dan zeggen, oh, maar we kunnen je neus ook een beetje doen. Een beetje dit, denk ik, oh ja, doe het maar, weet je wel. En dan kom ik daar weg en dan herkent Kel me bijvoorbeeld niet meer. Als jij er klaar voor bent, gaan we er nog eentje doen. Ja. Boom! In de categorie Katy Perry, I Kissed a Girl. Je hebt ooit gezegd dat je vrouwen wel mooie wezens vindt. Ja, klopt. Zou je nou ook intiem kunnen zijn met een vrouw? Ja, ik heb wel eens gezoend en zo met een meisje, maar... Ja? Was dat dan in die zin heel anders dan met een jongen? Ja, tuurlijk is dat anders. Maar wat is er anders dan? Ja, vrouwen zijn gewoon veel gevoeliger of zo. Ja? Ja, en je weet dat er toch... Ja, ik val zelf niet echt op vrouwen. Als in een relatie. Ik wil niet een relatie met een vrouw nemen. Dus je weet dat er verder geen gevoel bij komt kijken ofzo. Dus dat is ook anders. Je vond Calvin fijn, Kel? Ja. Vond hij dat oké, of niet? Ja, hij vindt het prima. Ben jij nou ook... nieuwsgierig hoe het is om seks te hebben met een man? Niet per se, eerlijk gezegd. Nee, maar ik heb dat gewoon niet zo. Dat ik denk van, goh... Maar dat vind ik altijd best wel gek, want vrouwen hebben dat best wel vaak en mannen hebben dat niet. Maar ik vind dus ook, je hebt toch bij ons gewoon een knappe man? Ja, dat kun je precies. Toch gewoon prima zeggen? Ja, precies. Ook als man zijn. Dat vind ik ook, Dat halen we even uit deze wereld. Staan we daar bij deze voor. Oké, top. Zo. Vind je het erg dat Calvin niet het gespierde lichaam heeft van Petrus? Vind ik het erg? Nee. Maar ik zou het ook niet erg vinden als hij dat wel zou hebben. Nee? Nee, natuurlijk niet. Trainen jullie vaak wel zoiets? Kel en ik zijn nooit in de sportschool. Nee? Echt nooit. Hey. Maar ik ken Petrus al net zo lang als dat ik Kelvin ken, van de middelbare school. Ja. Dus ja, dat is meer een broer voor me. Dus ja, dat, ik ja, dat ga je ook niet echt... nee, dat is ook wel waar. Maar als Kel bijvoorbeeld het lichaam zou hebben van Channing Tatum, zou ik best wel waarderen. Dan wel. Maar ik waardeer hem nu natuurlijk ook, dus prima. Boom, ja, dit was de confetti. Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. You ready? Mm-hmm. Oké, deze wordt het. Geel, dat is wel de vieste. Okay. Doe even rood. Gelijk oversteken, dan doe ik die gele. Als een shirtje tequila, ja, gewoon in één keer innemen en doen. Grote hap, hè? Oké. Okay. Ja? Okay. Wordt echt gewoon goor. Gewoon kouwen. Stoer kijken. Kunt dit. Ik ben er ook wel weer klaar mee. Vind je het lekker? Nee. Ik vind het echt niet lekker, hè? Ik vind echt vies. Go for it. Verwijder je foto's bij tegenvallende likes? Nee. Dat heb ik nog nooit gedaan. Is dat ook nog nooit gebeurd? Nee. Wanneer is een foto goed gelukt? Als hij boven de 30.000 likes zit. Hoeveel foto's maak je eigenlijk voordat er dan een foto lukt? Wel heel veel. Ja? Ja. Of kijk, soms als je voor een campagne schiet of zo, dan moet het natuurlijk wel echt top. En dan trek je er wel echt een hele dag voor uit. Mm-hmm. Maar soms is het ook gewoon met vriendinnen toevallig, oh, is een leuke foto. Wat doet het? Ik vind het wel leuk. Wat doet het niet goed? Altijd met andere mensen op de foto's. We gaan er nog eentje schieten. Oké, anders mag jij hem schieten. Mag ik hem schieten? Ja, mag je kijken of je Echt? Hem kan raken. Oké. Okay. Ja, lekker gedaan. Huisvrouw en miljonair zijn of voor altijd werken als grid girl? Ik vind huisvrouw zijn zou ik niet heel, heel erg vinden. Als je hele leuke kinderen hebt, dan moet toch iemand koken en zo. Ja. Maar aan de andere kant, ja, ik vind werken als grid girl heel leuk, maar als ik 40 ben, hoef ik daar niet te staan. Nee. Dus dan ga ik denk ik voor huisvrouw miljonair zijn. Ja?
tot zover Shooting Stars. Hoe vond je het? Leuk. Ja? Ben je wijzer over mij? Zeker, ja. Ik heb over me geleerd. Ik ben weer meer te weten gekomen over okay. je. We gaan deze oefeningen militair afsluiten. Oké, hoe? Dus we gaan tijgerend het decor verlaten. Oké. Ja? Oké, tot zover. Tot volgende keer. Q Music. You make us Q.